We zijn nu een week verder en zoals je ziet zijn de meeste bolletjes inmiddels visjes geworden. Aan dat kopje is een staartje gegroeid. Sommige staartjes zie je al flink spartelen. Zij proberen uit de kikkerdril te zwemmen. Sommige liggen nog heel stil. Dat kan zijn omdat ze nog niet sterk genoeg zijn om te spartelen of omdat ze dood zijn gegaan. Bij sommige kikkervisjes zie je kleine sprietjes aan de zijkant van de kop zitten. Dat zijn kieven. Ze hebben nu nog kieven aan de buitenkant. Dat noem je uitwendige kieven. Straks gaan die verdwijnen en krijgen ze kieven aan de binnenkant. Dan heet het inwendige kieven. Daar kan dan straks de kikker mee ademhalen. Altijd weer spannend hoeveel visjes straks een kikker zullen worden. Want je begrijpt wel, niet ieder kikker gaat het overleven. En niet ieder kikkervisje wordt een grote kikker. Als al deze kikkers straks in mijn tuin zouden lopen, zouden we een kikkerplaag hebben. Alleen de sterke gaan het overleven. Kijk nog maar eens goed. Je ziet ze spartelen met hun staartje. En als je goed kijkt, zie je bij sommigen aan de zijkant al sprietjes komen. Dat zijn de kieven.